kijkers van Doe Maar Gamen! Awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe Minecraft! Skywars Duo! Yeah, jongens en meisjes, ik ben hier samen met de enige echte! Dylan! Jongens en meisjes, knal massaal even op het blauwe duimpje omhoog. 3000 likes zou motherfucking awesome zijn! En Dylan, ik zie dat wij vandaag beginnen in de enige echte Biomes map. Heb jij er een beetje zin in om in deze map te gaan spelen? Ik heb heel veel zin in. Het enige nadeel is dat twee mensen tussen ons in zitten. Dus we moeten eerst even afmaken. Die moeten wij dan even een lesje gaan leren inderdaad. Voordat wij natuurlijk bij elkaar kunnen zijn om samen te gaan teamen en te gaan. Winnen. Ja, we gaan gewoon winnen. We willen gewoon winnen. We willen ownen. We willen de baas worden van dit mooie koninkrijk der eilanden. Dus laten we zien dat wij dit kunnen. Ik heb zo'n gevoel dat het ons wel gaat lukken, hoor. Ik heb er een goed gevoel over. Ik denk het ook. Als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. En dan, als jij dus één iemand vermoordt en ik die andere, dan hebben we het samen twee vermoord. Zijn we eigenlijk al bij elkaar. Dat lijkt mij een heel erg goed idee. Ik heb namelijk in ieder geval genoeg bouwblokken. Tenminste, genoeg dat weet ik niet, maar ik heb er in ieder geval een aantal. Ik heb serieus 3 boots gekregen. Verder heb ik geen één ander soort armor. Serieus? Alleen maar boots? Bij mij is een chest in het dak gespawnd. In het huisje. In het dak. In het dak? Ja. Hoe dat dan? Ik heb geen idee. Een blokje daarboven is weg en de chest zit daarin. In plaats van dat hij op de grond staat. Dat is briljant. Oké, wat ik even ga doen is ik ga naar de eerste tegenstander toe. Hij heeft mij nog niet... Oké, hij heeft mij wel door. Never mind. Ik kom jouw richting op. Als het ja, ik weet alleen niet of ik nou de goede richting op ga. Ik heb zo'n idee van niet momenteel. Naar links. Kijk naar het midden en dan naar links. Ik zie het. Ik ga eigenlijk de verkeerde richting op. Maar ja, ik wil in ieder geval deze even doodmaken, zodat er één bedreiging minder is voor mij. Ik durf het niet. Die gast naast me zit de hele tijd naar me te kijken en heeft full urban armor. Ja, ik heb dus letterlijk precies hetzelfde probleem. Alleen die van mij die heeft ook nog eens een boa die mij mee bedreigt. Oh, dat wordt wat, jongens. Dit wordt wat. Oh my god. Dylan? Hij heeft verder niks anders. Hij heeft alleen een lava bucket die flapt. Ja, maar lava kan wel op een hele verneinige manier tegen je gebruikt worden altijd. Ja, maar als hij verder geen zwaard heeft, hij heeft alleen een wooden sword. Een wooden sword? Ja, wel een enchant. Goed, eitjes. Oh shit. Oh, eitjes. Dat kun je toch niet doen. Dan kun je er een lekker omeletje van maken en dan gaan ze ermee lopen gooien. Jongen. Gelukkig heeft hij geen boog. Nee, ik durf het niet aan, man. Ik wou eigenlijk naar een tegenstander toe springen, maar ik heb zo'n idee dat als ik dat risico neem, dat ik echt keihard dood ga. Oh my god, Dylan, nee! Een sneeuwballetje. Dylan! Eén sneeuwballetje. Gewoon door de enige echte steinbeer, zoals die heet. Eén sneeuwbal. Eén maar. Het zijn er geen eens 2 onze meisjes. Dylan is juist doodgemaakt door maar liefst 1 sneeuwballetje. Ik had ze allemaal ontweken. Ga ik nog een keer, heb ik die brug aan zijn eiland vastgemaakt. Wil ik naar hem toe lopen, gooit één sneeuwballetje, plap, ik ben weg. Alles verpest. Ik ga spectaten en dan ga ik je helpen. Oh my god, lucky! Ik ben zo lucky, ik heb nu gelijk full iron gear, omdat ik namelijk een tegenstander in paar klappen inmaakte. Dan heb je 2 kits bij elkaar. Yes baby, en ook nog eens 2 iron kits, en dat is natuurlijk altijd heel mooi meegenomen. En Dylan, jij spectate mij hoop ik, ja, dan ga ik nu namelijk naar de tegenstander Ik kan veilig bouwen. Oh, die grapje is buiten, hij is buiten. Nou, hij heeft een lava bucket in zand, hij wil je in de fik gaan steken denk ik. Hij wil mij in de fik gaan steken, nou dan laat ik hem eens even zien dat ik daar niet van gediend ben. Met zijn Hij wil een beetje joppievlees eten. Kom eens hier. Oh shit, wacht, ik moet even regenereren. Dat is ook wel handig. Anders ga ik zo meteen namelijk binnen 2 Oh shit. Oh ja, nee, ze zijn met z'n tweeën. Vechten. Echt, vechten ze? Ja, kijk. Ja, kijk, ze gaan elkaar afmaken. Ze lag of zo. Ik weet niet of ik de enige ben. Oh, dat is zo sneu! Ja, oh my god, dat is zo nice! Hé, je moet even boots aandoen. Oh my god, Dylan! Dat was Heb zoveel gear! Prijs de heer! Roken is skeer! Geef mij meer van deze gekke gear! Baby! Yes, baby! Oké, dit is super nice. Maar er zijn nog wel 17 andere tegenstanders. Ik heb in ieder geval dus al... Ja, dat is waar, maar ik heb dus wel de helft al een soort van vermoord. Ja, dat wel. Nou, jij in totaal. Ja, oké, niet natuurlijk alleen ik, maar ik wil gelijk alle kills op me gaan nemen. Dat is ook niet helemaal waar. Maar er zijn al 20 mensen dood, wat inhoudt dat ik in ieder geval wel dood ga op dit moment. Waarom ga je helemaal daar naartoe? Ik weet niet, man. Ik ben eigenlijk... Oh, man. What the fuck, mate? Dylan, je zag wat er gebeurde, toch? Ja, deze server die haat mij in fucking ziel en nier. Of hoe dat fucking gezegde dan ook gaat. Bij mij liep je er gewoon vanaf. Wat deed je dan? Gast, de kijkers hebben het kunnen zien. Ik plaatste een blokje en hij glitste gewoon weg. Fuck this shit, mate. Oh nee, dit vind ik gewoon echt zo oké. Weet je? Oh, weet je, Cubecraft server is goed. Dan ga ik en Dylan gewoon nu ownen. Ja, we hebben nu wat in te halen. Voor een nieuw potje. We hebben nu gewoon wat in te halen. Jongens en meisjes, hier beneden in de comments, #CubecraftCheat. Ze mogen mij gewoon niet.
Oké, Dylan, linksonder, Thijs. Thijs, inderdaad. Ga maar voor Thijs. We gaan lekker Thijs eten, onze meisjes. Let's do this. Dylan, we gaan lekker overpowered. Dus ik zal de Anvil selecteren als ik jou was. Heb ik gedaan, hè? Onze meisjes, het moment is aangebroken. Ik ben hier samen met Dylan. Wij gaan ownen, we gaan laten zien wat we waard zijn. Ik heb hier een blikje drinken, ik neem een slokje. Ik ook. Ik heb helemaal geen drink. Want we moeten natuurlijk wel onze fuel hebben, onze brandstof om te ownen. Nee, maar kom op Dylan, man. Dat kan toch niet? Wat de fuck zit er eigenlijk tussen ons? Wat? Er zit een of andere, noem je dat een sheik? Zo'n hele rijke Egyptenaar, weet je wel. Ik zie hem van de achterkant, dus ik zie hem niet zo goed. Zo'n hele rijke Egyptenaar zat. Zo eentje die er allemaal kamelen gaat verkopen. Oh ja, gelijk. Oh, de gear is zo ongelooflijk overpowered, jongen. Dat wil je niet weten. Ik heb niet zulke hele goede spullen eigenlijk. Ik heb echt, Dylan, als ik nu bij jou kom, jongen, geloof me. Dylan! Yes! Wat? Yes! Wat? Oké. Okay. Wat? Ja, nee. Ik dacht wel dat ik zo even zat. Shit. Ik heb echt hele slechte dingen. Oh, ik heb wel een dikke knockback sword. Ja? Kan ik wel even iedereen ervan af gaan mappen. Dat is wel handig. Zal ik nu al een goede boog maken? Of zal ik wachten tot ik een goede... Dylan, bij je! Grapje! Jongen, ik raakte mijn handen al los van het toetsenbord, want ik was al bang. Dylan, ik heb een golden apple aan je gegeven, bro. Oké, dankjewel. Let's go for it. Dat troost het. Dat troost de pijn die ik je zojuist heb aangebracht met mijn zo hete zwaard. En nu doorwerken! Hoppakeetje! Nee. Dylan, geef me snel bouwblokken, snel. Okay. Snap, ik kan ownen. Oké, hou die kerel in de gaten. Hier, gebruik dit. En hou die gast voor me in de gaten. Ik heb een boog. Een boog. Oh, ik heb de bouwblokken niet opgepakt. Huh? Ik heb de bouwblokken niet opgepakt. Hier, nog meer bouwblokken. Dankjewel. Oh, nee, Dylan! Als ze dat vielen, is ijs, hè, Dylan! Bouwblokken. Het is ijs, dwaas. Oké, snel. Hey, we kunnen wel goed schaatsen hier dan. Ja, dat is waar. Ik haat schaatsen. Ik heb één keer geschaatst in mijn leven, of een paar keer. Oké. Go! Halleluja. Wijs je. Kill hem. Om die! Ho. Ik map hem. Ik heb hem dood. Fuck you, bitch! Oh my god. Oh, dit is zo naaiend. Goed zo, man. Ik wil dat jij nu die wraak voor mij pakt. Neem die wraak op je. Ik heb zoveel snowballs. Niet normaal. Oh, bro. Dit is zo lullig wat er zojuist gebeurde, hè. Dit is zo lullig wat hij deed. Wat deed hij dan? Nee, ja, kijk, wat het dus was, is ik had heel snel even een golden apple, zo'n god apple, omdat ik namelijk wist dat hij naar boven zou komen. Ja? Maar precies toen ik klaar was met het eten van die god apple en ik even lekker aan het uitbuiken was, gaf hij mij de beslissende klap en viel ik out of the world. Oh. Wacht, ik moet de boer laten. Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt, jongens. Ik kan er niks aan doen. Dat was hij zegt nog sorry op in de chat, hè? Ah, nee, no problem, man. Ik bedoel, dat is hoe Skywars werkt. De ene keer kill ik iemand, de andere keer, wat meestal gebeurt, killt iemand mij. Dus, het werkt zo. Oh, shit. Deze gat gaat me doden, maar ik ga gewoon. Ga gewoon, Dylan. Precies dat! # CubeCraft cheat! What the fuck, mate? Oeh. I'm not even joking, CubeCraft, je haat ons met fucking hard. Okay. Allebei! Dylan, nog één potje, mate. Nog één potje. We Ze got hebben this! Mij te pakken ook. Oh. Dylan, we got this. Kom op, het eerste potje ging goed, het tweede potje ging beter. En dit, jongens en meisjes, gaat het fucking beslissende potje zijn. Wij gaan winnen, wij gaan spinnen, wij gaan... Hé, hey, waar ben je eigenlijk? Hier, kom naar je toe, ga maar. Oh, ik zag je niet. Rechtsonder, of nee, wacht. Ik wil even een leuke map joinen. Linksboven Sunday. Oké, ga maar. Ik zit erin. Zit jij erin? Ja, nu zit ik erin. Oké, super. Volgens mij zit één iemand tussen ons. Kom op, we can do this. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn. Waar ben jij? Ik heb geen idee. Oh, daar, ja, iemand met een oranje glas ertussen ons. Oh ja, laten we die eens even goed gaan ownen. Hij heet JokeCraft, dus waarschijnlijk kan hij heel goed grapjes uithalen. Oh, shots fired. Nou, eigenlijk is dat alleen maar een compliment, maar... Ja. Weet je, ik zit zo, hè. Zouden wij misschien een tactiek kunnen toepassen waarbij we de meeste kills kunnen maken? Ik denk zelf namelijk dat wij gelijk naar onze tegenstanders gaan, zonder eigenlijk ook maar meer te looten dan alleen de bouwblokken. Ik heb geen kit vergeten. Oh my god, dan kunnen we sowieso een kill maken. Dus we spelen in de nacht. Want er is een nacht waarbij je iemand met je zwaard verdacht. Ik wil wel een ander woord zeggen. Verkracht, dat vind ik een goede. Verkracht, dat is gewoon het nette woord van verkracht. Oké, 3, 2, 1, let's freaking do this. Oh, ik pak blokjes en ik ga gewoon meteen. Ja, ik dus ook, blokjes. Alleen ik weet niet of het overpowered is. Nee, het is niet overpowered, oké. Kijk, ik heb niet genoeg. Ik dacht, misschien kan ik wel verder... Oh, hij heeft full armor. Oké, dan doe ik het wel niet. Ik doe het wel. Ga je op hem af? Ja. Ben je al gegaan? Nee, ik ga niet. Zal ik deze jump wagen? Ik heb het gewaagd. Ik ben op zijn eiland. Maar ik kom er niet op. Lekker voor je, bitch! Ik ben ook bij hem. Wacht. Ja, oké, kijk uit dan! Ik ging jou slaan.
Joppie, 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 Jop. Oh, ik heb maar één hartje. Ik heb maar één hartje, maar ik own hem, denk ik. Waar is hij? Hij vlucht. Ik heb hem. Zag je wat hij deed? Nee. What the fuck? Het was echt zo van, Joppie, Joppie, Joppie. Je ziet hem zo heel bang naar boven komen. Oh, lakbus. Spring zo in één keer van het eilandje af. Hier, Dylan, pak je broekie. Pak je broekie. Oh, dat was zo mooi. Pak een helpie. Ja. En weet je wat het was? Dat is zo'n typische misgunner die dan denkt van, als ik zijn spullen niet mag, niemand mag mij spullen. Okay, ja, maar sorry. Ik heb zo'n speciale muis waarmee je veel beter kan PvP'en. Dus ik zat hem zo te mappen en hij weet niet wat hij moest doen. Dus hij ging alle kanten. Ah, oh, geniaal. Dat is okay, zo leuk. Dylan, nu, Dylan. YOLO! Kom, ik moet eten. Nee, jij gaat. Hij is dood. Ik kan niet. Heb je eten voor me? Ik wil geen golden apple daarvoor. Dylan, snel, kom! Oh, oké, okay, kom. Met mijn golden apple. Verspild. Oh. Hey, Flappy. Ja, dat is Flappy aan de kant! Okay. Wat ga je doen? Pak snel, pak het eten. Oh, ik viel weer bijna. Ik viel weer door de glitch. Alleen ik viel nu gelukkig op het eiland. Dylan, aan de kant. Pak jij het eten uit de kist? Okay, aan de kant, aan de kant, aan de kant. Ik zie geen kist. Ja, oké, kom. Oh, get wrecked! Oh, shit. Aan de kant. Oh, 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 dit gaat knus. Hij bouwt al, laat hem bouwen. Kijk, oh, hij is er al. Hier, ik pak hem. Ja. Deed jij dat? Nee, ik deed niks. Wie is hij gedood dan? Ik weet het niet. Snel Dylan, kom. Waar is... Staat niet dat hij is gekild? Dylan, streak! Ik ben al. Kijk uit, er schiet pijlen. Jij bent dood. Ik ben gesprongen. En ik heb hem voor je, Job. Job, er is niks aan de hand. Ik heb even mijn energie laten verspreiden. Ik heb geen idee, man. Ik was mijn middelvinger zo vaak naar de webcam aan het opsteken. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Jongen, je moest hierbij zijn. Die gast had dikke knockback. Maar ik heb wel gedacht... Dylan! Dylan! Ja, ik ben dood. Ik ben dood. Ik had zulk goed armor. Ik had een diamond chestplate, diamond boots en een diamond helm. Maar ik kon niet aan dat iemand bij me was. Ik ga dit een keer vloggend afsluiten. Wat? Ik ga dit vloggend afsluiten. Oké. Okay. Oh, heb je webcam vast? Ja. Doe jij dat ook? Let's go. We gaan het vloggend afsluiten. Ik vind het een leuk concept. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken op deze gloednieuwe Minecraft Skywars Duo video. Vonden jullie deze stijl van Minecraft Skywars leuk? Hoe dit een beetje geëdit is en hoe dit in elkaar zat? Laat dan massaal even die motherfucking like achter. Vergeet zeker weten om even te abonneren, zowel op het kanaal van Dylan als op Doe Maar Gamen. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag de volgende keer samen met Dylan. Ligt aan hoeveel likes we halen, hoeveel leuke reacties er zijn. Dan weten we namelijk vaak wat ik moet doen met de nieuwe Skywars Duo hier op Doe Maar Gamen. Bedankt voor het kijken. En ik zeg, later mensen. Hey.